De meeste romantische comedies worden gemaakt volgens het boekje, maar de grofgebekte comedienne Amy Schumer hield zich daar gelukkig niet aan. Ik ben Marco Weijers en dit is mijn recensie van Trainwreck. I'm just a modern chick who does what she wants. Last week, it was this guy. Trainwreck werd geregisseerd door Judd Apatow, als producent de drijvende kracht achter veel dwarse comedies voor volwassenen. In zijn vijfde regie legt hij voor het eerst het perspectief bij een vrouw. En dat niet alleen, hij liet hoofdrolspeelster Amy Schumer zelf ook het scenario schrijven. Your mother and I are getting divorced. Monogamy isn't realistic. Monogamy isn't realistic. Again. Monogamy isn't realistic. Schumer speelt een versie van zichzelf. Monogamie is niet realistisch, krijgt hij als klein meisje ingeprent door haar vader, nadat zijn eigen huwelijksbootje krakend schipbreuk heeft geleden. De boodschap lijkt aangekomen, want als volwassene doet zijn feestende dochter geen enkele moeite een echte liefdesrelatie aan te knopen. Aan seks geen gebrek, maar als het wat serieuzer dreigt te worden, haakt ze af. I'm giving you an assignment. I need a profile on a sports doctor. So you're doing the article on me? Mm-hmm. Sorry to interrupt. We watching Downton Abbey later? LeBron, I'm being interviewed. Listen, I'm watching it tonight because I'm not going to go to practice and all the guys are talking about it and I'm left out. All. You follow sports? Sports. I love them. Who's your favorite team? The Orlando Bloons. Dat verandert als hij als journaliste van een populair pulpblad een verhaal moet maken over een wat saaie chirurg, gespeeld door Bill Hader. Hij lapt geblesseerde sporthelden weer op en valt voor Amy's onconventionele charme. Zij voelt ook van alles voor hem, maar ze vindt dat vooral doodeng. Oh my god, he's calling me. Why would he call you? You guys just had sex. This is Amy. I think you butt-dialed me. No, I dialed you with my fingers. What'd she say? What'd she say? Shh. Deze frisse romcom volgt niet de rechte weg naar eeuwig geluk, maar slingert op een menselijke manier langs volwassen problemen als bindingsangst, emotionele onthechting en sletvrees. Met een vette knipoog, maar ook met een schaamteloze eerlijkheid die heel ontwapenend werkt. Naast leuke bijrollen en opvallende cameo's vormt Amy Schumer daarbij het warm kloppende hart van deze vaak hilarische komedie. Een heerlijke film die van mij 4 vrolijke sterren krijgt.